lepelaar en de zwarte stern zijn sinds kort weer te vinden in de Ooi. Doordat er een aantal aanpassingen zijn gedaan aan het water in het gebied, gaat het goed met de fauna. Tijmen van Heerden van Staatsbosbeheer zegt dat het water in de Ooi langer vast wordt gehouden, zodat er veel vis op afkomen en dus ook bijzondere vogels, zoals de lepelaar en de zwarte stern. Nou, wat je heel mooi hierachter kunt zien is dat we inderdaad proberen in het gebied langer het water vast te houden en dat daar meteen de flora en fauna op reageert. En je ziet hier achter ons nu de lepelaars lopen, slopeenden op zoek naar voedsel, zwarte sterns. En dat is een van de successen die we daarvan kunnen delen. Ja. Nou, hij is niet per se waterrijker gemaakt, maar wat we hebben gedaan is we houden het water langer vast. Dit is een oude rivierarm en wat we eigenlijk doen is proberen het water zo lang mogelijk vast te houden, zodat vissen hier kunnen paaien. Dat we een hele mooie oevervegetatie krijgen met bloeiende planten. Daar komen veel insecten op af, daar komen weer bijzondere vogels op af. En doordat er meer waterleven is onder water aan dieren, komen er weer vogels op af. Nou, de lepelaar is een van de soorten die hier thuis mag horen, die van nature hier thuis kan horen. Door de aanpassingen steeds vaker gezien wordt. Zwarte stern ook. Maar wat wel bijzonder is, is dat deze vogels overwinteren in West-Afrika. Helemaal terugkomen vliegen om hier te paren, jonger te krijgen, genoeg voedsel weten te vinden en dan weer helemaal terugvliegen naar West-Afrika. Ja, ik zelf heb vorig jaar ook lepelaars gezien, maar ik kan me voorstellen dat mensen die hier met een mooie zomerse dag over de dijk fietsen, verbaasd zijn en denken, hé, lepelaar? Want als je hier in verschillende jaargetijden fietst, dan zie je hem niet altijd. Maar met name nu, ze zijn net een paar weken terug, zijn ze heel goed zichtbaar. Karakteristieke vishouding, een beetje door het water heen lopend, zoekend naar jonge vis. Ja, een mooi soort.